Waar komt die nieuwe spanning vandaan? Ja, we gaan terug naar 1989, 1990. De Sovjet-Unie valt uit elkaar, het Warschau-pact valt uit elkaar. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat de NAVO de kant oprukt van Rusland. En dan komt eigenlijk die grote vrees uit voor Rusland. We hebben geen bufferzone meer. Bovendien staan heel veel van die Oost-Europese landen al klaar om lid te worden van de NAVO. En dan kun je eigenlijk wachten op het moment waarop Rusland zegt, we grijpen in, we pakken jullie terug. Dat gebeurt in Georgië in 2008, dat gebeurt in de Oekraïne. Dat zijn de spanningen waar we vandaag de dag in zitten.